Begin deze week werd bekend dat er op veel grotere schaal seksueel misbruik gepleegd werd in het Leo-gesticht in Borculo dan dat het in de commissie Deetman naar voren gebracht werd. Nou, bij mij aan tafel zitten zometeen Gus Schillemans en zijn broer Benedict Schillemans. En zij hebben in dat gesticht gezeten. Zijn er ook misbruikt en ik ga zometeen met ze praten. Dat wordt een heftig onderwerp. En de Elfstratentocht in Nieuwdijk is gereden, dames en heren. Wij waren erbij en we hebben er een mooie reportage over gemaakt. En Martin, vertel, wat heb jij vandaag? Ja, we gaan kennis maken met Martine Fleming van bureau Frontis. Dat is een internet- en communicatiebureau uit Varsseveld. Zij komt met enige regelmaat in dit programma allerlei nieuwtjes vertellen op het gebied van internet, hardware, software en dat soort zaken. Dus dat wordt heel interessant. En er is muziek. We hebben een singer-songwriter uit Zelm, Arjan van de Kraan. Zo. En dat is echt de moeite waard om daarna te gaan luisteren. Het is vandaag 23 maart 2012 en dit is Gelderland Vandaag. Met straks in het nieuws onder meer aandacht voor het Iraakse gezin in Zutphen dat uitgezet dreigt te worden. En de pendeldienst op de Oude IJssel vaart deze zomer een iets andere route, maar daar dus straks meer over. Nu eerst bij mij aan tafel, Gus Benedictus. Gus en Benedictus Schillemans, hartelijk welkom. Jullie hebben op de Leo Stichting in Borculo gezeten. Nu is die uitkomst gekomen van, van commissie Deetmans. Alleen, jullie beweren dat er veel meer dan 30 gevallen zijn van misbruik. Klopt dat? Ja, ja, dat denken we zeker. Ja. Ja. Waarom denken jullie dat? Omdat wij ons via Klok, een landelijk overkoepelend orgaan voor lotgenoten en slachtoffers, ons in het bijzondere bezighouden met de Leo Stichting, de slachtoffers van de Leo Stichting. Daar zijn we nu. We hebben ons nu een anderhalf of twee maanden in verdiept en we hebben zelf al 30 meldingen. Dus ik verwacht dat de groep groter wordt. We krijgen steeds meer meldingen en vergeet de groep niet die zich niet durft te melden. En vergeet de groep niet die al overleden is. En vergeet de groep niet die zelfmoord gepleegd heeft om die reden. Ja. Dus de groep is veel groter. Nou, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben hier in Gelderland Vandaag. Ook praat Martin zo meteen met Martine Fleming over de groei en trends van tabletcomputers. Maar eerst gaan we kijken naar het nieuwsoverzicht van vandaag. Een 75-jarige fietser uit Voorden is overleden na een verkeersongeval op de Hengeloze weg in haar woonplaats. Bij het oversteken van de N316 ontstond er een aanrijding met een automobilist. Het slachtoffer is door een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is de vrouw aan haar verwondingen overleden. De Verkeersongevallendienst onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval. De proef om met een pendeldienst over de Oude IJssel te varen krijgt een vervolg. Vorige zomer startte de gemeente Oude IJsselstreek en het waterschap Rijn en IJssel met de pendeldienst van Ulf naar Doetinchem. Dat bleek een succes. Ten opzichte van vorige zomer is de route iets veranderd. Vanwege de vertraging bij de sluis wordt er nu van Ulf tot Gaanderen gevaren. De boot krijgt Ulft als lichtplaats en vaart in de weekenden naar Gaanderen en terug. Een nachtmerrie. In afwachting van een uitspraak over een verblijfsvergunning moet de Zutphense familie Al-Kafai zich vrijdag melden op het politiebureau. Wij hebben vanmorgen te horen gekregen dat twee van onze leerlingen uitgezet gaan worden. Vanmorgen toch? Vanmorgen. Het gezin heeft altijd zijn mond gehouden terwijl ze wisten dat het misschien ging gebeuren. Waarom dan? Omdat we begrepen nu, en dat hoor ik weer van anderen, dus het is tweedehands informatie, dat zij niet de publiciteit mochten zoeken. Ze hebben hun mond gehouden tot gistermiddag. Eerst zouden zij 28 maart gehoord worden in Den Bosch door de rechter en dan hoorden ze wat er verder zou gebeuren. Ja. Intussen is het zo veranderd dat ze zich vanmorgen hier moeten melden. En naar men zegt dat ze meteen weggebracht worden naar Geelse Rijen, van waaruit ze naar Irak terug. Hansa moet blijven, mag niet naar Irak. Hansa moet blijven, mag niet naar Irak. Hansa moet blijven. Komende woensdag is er een zitting waarop het beroep behandeld wordt. De buurt van de Iraakse familie trekt zich het lot erg aan. Op stellensprong moeten ze naar huis.
uit huis. Alle spullen achterlaten, dat is echt te gek voor woorden. De kinderen, nou ja, je hebt gezien, die hebben zich vanmorgen pas kunnen afmelden op school. Hamza maakt zich druk over dat morgen het elftal nu niet compleet is. Ja. Zo snel is het allemaal gegaan en dat is eigenlijk wel kwalijk. Melden of het risico lopen rechtstreeks op het vliegveld naar Irak te worden gezet, dat was tot donderdagavond laat het discussiepunt. Als ze de 28 maart, ik mag aannemen dat ze dat in Gilsen mogen afwachten. Als daar enigszins een probleem is, dan worden ze op transport gezet. Wat heeft u er zelf mee met de familie? Ja, de familie woont in de buurt waar ik me bemoeit met bewonerszaken. En vanuit de politiek ben ik betrokken bij dit soort zaken. Ja, en hoe kijkt u er tegenaan? Ja, ik vind het onbegrijpelijk dat een burgemeester van een stad van 50.000 inwoners niet in staat is om een ambtenaar die een maatregel treft terug te fluiten. Als we zo doorgaan, dan krijgen zo'n orgaan wel een heel erg autonome functie. En dat moeten we niet hebben in Nederland. Een aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen was vrijdag de oorzaak van verkeershinder op de A18. Nabij knooppunt Oud-Dijk leverde het ongeval, dat rond 8:45 plaatsvond, veel verkeershinder op voor automobilisten in de richting van Zevenaar en Arnhem. Kinderen van 3 protestant-christelijke basisscholen hebben 3 glas-in-loodramen gemaakt voor de oude Matthäuskerk in Eibergen. De kerk krijgt de 3 ramen die elk een verhaal vertegenwoordigen. De Julianenschool vertelt het verhaal van de Ark van Noach, het raam van de driesprong geeft het scheppingsverhaal weer en de Willem de Sluiterschool maakte een raam over het wonder van de vissen en het brood. Tegenwoordig heeft iedereen er bijna één, zo'n kleine tabletcomputer. Maar wat kun je er nou precies mee en wat zijn de beperkingen? Martine Vleeming van bureau Frontes in Varsseveld, dat is een internet- en communicatiebureau, die weet ons daar alles van vertellen en wordt een vertrouwd gezicht in ons programma. Welkom. Dank je wel. Fijn je te zien. Kun je iets over jezelf vertellen, iets van je achtergrond, dat we even kennis maken met Martine? Oh, ik ben Martine Vleeming. Ik woon in Westervoort. En ik werk bij Frontes sinds 5 jaar nu. En mijn functie is manager marketing communicatie. Dus ik stuur de afdeling marketing communicatie aan. En verder geef ik advies aan klanten op dit vlak. Juist. Dat betekent dus ook dat je alles van het gebruiksnut van die apparaten weet. Ja. Maar ook op de hoogte bent van de trends. Ja, dat hoop ik, ja. Oké, okay, nou laten we eens kijken. Dat is wel de bedoeling. Laten we eens kijken. Ja. Waarom zijn die tablets zo populair geworden? Nou, ik denk vooral door het gebruiksgemak. Je hebt natuurlijk de smartphone, die kwam als eerste op. En dat is heel erg prettig, want on the go, zeg maar, kun je gewoon informatie opzoeken. En voor die toepassing is dat perfect. Maar de tablet is gewoon wat groter beeldscherm. Dus ja. Je kunt lekker thuis op de bank. Het oogt wat prettiger. Het is iets meer plaatjes. Ja, want van origine zijn ze ook ontwikkeld om gewoon op je tafel in de huiskamer te kunnen leggen en te gebruiken wanneer je het nodig hebt. Ja, wanneer ja. Je denkt van hoe zat het ook alweer? Nou, ja. Laten we even de tablet erbij pakken. Ja. Waar je anders een woordenboek moest opzoeken. Ja, of in de encyclopedie moest duiken. Ja. Dus tegenwoordig alles uit je hoofd leren, dat hoeft niet meer. Want je pakt gewoon je tablet erbij. En heeft het apparaat die verwachting waargemaakt? Ja, dat denk ik wel. Want je ziet ook dat het gebruik gewoon en sowieso de verkoop enorm gestegen is. Mensen gebruiken het eigenlijk voor allerlei toepassingen. Voor niet alleen informatie opzoeken, maar ook online verkoop. Wekamp berichtte bijvoorbeeld al in januari dat zeker 10% al via de tablet aan verkeer binnenkomt op de website. En dat kunnen ze meten? Ja, je kunt tegenwoordig bijna alles wel meten. Ja. Ja, je ziet heel veel mensen ermee lopen. Ja. Want overal bij je komt. Lopen, ja, vooral een beetje in de business-to-business. Ja. En vooral is het is ook wel heel veel thuis. En dat mensen social media bijpakken of heel veel apps downloaden, spelletjes spelen. Ja. Word, feut of... Precies. Ja. Dus op heel breed inzetbaar. Het is voor informatie, het is voor amusement. Ja. Het is het ook ergens niet geschikt voor? Nou, ik denk voor echt, als je verslagen gaat maken, echt lange tekstverwerking of al dat soort zaken. Of vooral dat soort, of op het moment dat je bijvoorbeeld echt een website wil bouwen, wat wij doen, dan houdt het op een gegeven moment op. Dan kennen ze een beperking. Nou, het zou wel kunnen, maar de gebruiksvriendelijkheid is daar niet op bedacht. Ja. Ja. Nou zijn er ook al toetsenbordjes. Ja. Die passen bij het apparaat. Ja.
ja, zo krijg je allemaal aanverwante artikelen die dan toch weer iets meer richting de laptop gaan. Of iets meer ook die toepassingen proberen om op de tablet te krijgen. Ja. Ja. En wat bekend is nu, is dat er een derde generatie opkomst is. Ja. Wat gaan we daarvan verwachten? Ja, het is vooral heel veel resolutie wordt dat. En, dus dat zie je voornamelijk in het beeldscherm? Ja, ja. Dus en voorlopig, we moeten even kijken wat daar dan, in hoeverre dat een vlucht neemt. Je ziet al wel dat heel veel mensen hun tablet 2 op de marktplaats zetten. Dus en verder moeten we even kijken wat dat gaat brengen. Ja. Is er technisch ook nog iets vernieuwends in die derde? De derde generatie te verwachten? Nou, heel technisch, ik ben geen techneut. Dus echt de hardware, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is vooral meer ook aan de voorkant echt de resolutie wat wel een groot verschil gaat maken. Ja. En wordt die ook nog dunner? Want hij is al heel dun, hè? Sommige mensen zeggen van het is fijner als die wat kleiner wordt. Ja. En waar wij ons vooral op richten is niet op de verkoop, maar op van wat moet je ermee en wat is belangrijk. En hoe kun je het gebruiken? Het lijkt mij, ik vind het juist wel prettig dat die groot is, want dan kun je kunt het, het is heel bedieningsvriendelijk zou je kunnen zeggen. Ja, ze zeggen wel voor allerlei toepassingen. Sommige mensen zeggen van hij mag wat mij betreft al wat kleiner worden. Ja. En dat is ook waar wij gewoon ons heel erg op richten. Je hebt nou ook een belangrijke trend is dat responsive design of de responsive website. Wat is dat precies? Dat is een de website zo inrichten dat die eigenlijk reageert op het apparaat waarmee jij die website bezoekt. Dus we hebben onze eigen website en we werken ook aan websites voor klanten. Die dus eigenlijk reageert op dat device waarmee jij jouw website bezoekt. Op het moment, ik kan het wel even iets zien. Ja, laat eens wat zien. Kijk, dit is onze website, maar dan gericht op het tablet liggend. Ja. Hier zie je dat hij in drie kolommen is ingedeeld. Op het moment dat je hem zo doet, want je kan je tablet ook draaien, dan past hij zich aan de staande tablet. En dan krijg je ineens twee kolommen. Ja. Past hij zich nou ook aan als je bijvoorbeeld van een telefoon... Ja, dan past hij aan naar mobiel, dan gaat hij weer nog smaller. En als hij op een desktop of op laptop, hij schaalt gewoon mee. Dat is het nieuwste gebruiksgemak wat erbij komt. Ja, zijn er nog meer trends? Die er aankomen? Die er aankomen, het is vooral heel erg... Dit is wel een van de belangrijke trends. Ik vind dit heel mooi. Ja, en je ziet gewoon dat het ook steeds meer echt op allerlei verschillende devices moet gaan reageren. Ja, en verder, het is soms heel lastig om echt heel ver vooruit te kijken. Want als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de apps, eerst was het Wordfeud en nu is het Draw Something. Ja. En, ja. En dat is in korte tijd 30 miljard keer gedownload. En dat zorgt in één keer voor een stijging van de stylussen, Dus waarmee je zo precies mogelijk kan gaan. Ja, precies. Dus de telecomwinkels die krijgen in één keer een recordverkoop in dat soort apparaten, in dat soort artikelen. Ja. Dus, maar de eerste stylussen die hebben zo'n hele dikke punt. Ja. En nou moet je met die Draw Something moet je heel nauwkeurig kunnen werken. Ja, precies. Dat is wel heel spannend. Jij gaat regelmatig terugkomen in het programma. Ja. Ik verheug me erop, maar wat gaan we van jou verwachten? Nou ik probeer gewoon iedere keer weer iets leuks mee te nemen, Iets wat ook wat speelt op online vlak. En, en daar probeer ik wat over te vertellen. Geweldig. Ja, dan hoop ik dat het gewoon... iedereen weer wat wijzer maakt. Ik zei al, ik verheug me er nou al op, want werken en entertainment, het komt hier allemaal bij elkaar. Ja. Dus het is voor iedereen interessant wat daar gebeurt. Ja. Martine, we gaan je terugzien. Dankjewel voor je komst en welkom. Ik heb ook nog een leuk filmpje meegenomen. Heb je een leuk filmpje meegenomen? Ja. Ik denk, ik neem gewoon als afsluiter gewoon ook nog iets met een fun factor mee, hoop ik dan. Het is eigenlijk een beetje een satire op het gebruiksgemak van de tablet. Nou, je ziet dat heel veel kinderen, maar ook vooral senioren, er perfect mee kunnen werken. Ja. En dit filmpje, die dacht daar even grappig op in te gaan. Laten we het gaan bekijken. Oké. Martine, fijn dat je er was. Hartstikke leuk. En ik ben heel benieuwd wat je verder allemaal nog voor nieuwtjes meebrengt in de loop van de tijd. Over de apparaten en wat je er allemaal mee kan. Want dit wordt de toekomst. We gaan eens even kijken hoe de toekomst ligt in de commercials.
Seksueel ontucht in de katholieke kerk is natuurlijk al jaren een gesprek wat gevoerd wordt. De commissie Deetman heeft een langdurig onderzoek gedaan waar ook het Don Rua College in Serenberg veel genoemd werd. Maar bij mij aan tafel zitten Gus en Benedikt Schillemans. En zij zaten beide op het gesticht in Borgerlo. Ik ben eventjes de naam kwijt. De Leo Stichting, ja precies. Gus, eventjes bij jou beginnen. De commissie Deetman die heeft nu dat onderzoek gedaan. Hoe kijk je daarop op terug? Ik ben Gus. Oh, sorry, Benedikt. Ja. Maakt niet uit. Ja, het is een hele pil om te lezen. Er staat natuurlijk verschrikkelijk veel in. Ja. Maar ja, het zijn conclusies die dus in een anderhalf jaar opgetekend zijn. Ja. Terwijl in bijvoorbeeld Ierland men 3 jaren over doet voordat je zo'n rapport werkelijk helemaal, laten we zeggen, op werkelijke waarde kunt neerleggen in een goede gemeente. En mijn gevoel is dat het een soort van, of mijn gevoel, ik weet het eigenlijk wel zeker, is dat het er echt zo, het lijkt heel te degen en het is ook heel te degen, maar het gaat niet echt de diepte in. En bijvoorbeeld ook wanneer je nu zegt, er zijn 30 meldingen over de Leeuw Stichting. Ja. Die zijn dus aangekomen bij het meldpunt of bij Hulp en Recht. Mm-hmm. Maar het gaat niet om de meldingen, zoals Guus daar straks al zei. Het gaat om de werkelijke aantallen. Ja. En dat kun je niet in anderhalf jaar boven tafel krijgen. Nou, dan vind ik het opmerkelijk. Ja. Als je zegt van in anderhalf jaar heeft Deetman erover gedaan om, de commissie Deetman erover gedaan om dat uit te zoeken. Die komt aan 30 meldingen. Jullie hebben 2 maanden geleden een oproep gedaan en jullie zijn al 31 gekomen. Ja. Ja, nou zelfs meer nu. Ja. Ja. Daar waren al meldingen die, dus van de mensen die op onze lijst staan, waren al een aantal, hadden zich al gemeld bij het meldpunt. Mm-hmm. Dus het zijn niet allemaal nieuwe mensen. Het zijn ook niet altijd andere mensen. Ja, precies. Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie dan toch wel grote vraagtekens zetten dan bij de betrouwbaarheid van het hele uitkomst van het onderzoek wat commissie Deetman gedaan heeft. Of vergis ik me, Gus? Nee, klopt. Het rapport leek in eerste instantie redelijk betrouwbaar en... nu is er 2 weken geleden weer een andere zaak en dat had te maken met castratie naar boven gekomen, een minderjarige jongen en dat zijn er inmiddels zijn er al 50 meldingen van, geloof ik. En Deetman heeft daarvan geweten, maar heeft het nog niet eens in zijn rapport vermeld. Ja. Dus ja, dan als slachtoffer, en ik ben zeker niet de enige, die gaan direct weer twijfelen aan de onafhankelijkheid. Want ja, Deetman wordt dan toch betaald door de kerk om dat onderzoek te doen. En aan de eerlijkheid die daarmee te maken heeft. Ja. Jullie hebben beide op de Leo Stichting hebben jullie gezeten, zijn jullie verbleven, voor een behoorlijk aantal jaren. We horen natuurlijk als buitenstaanders best wel veel van op televisie, van nou dat en dat is er weer aan de hand, of daar zijn weer kinderen destijds misbruikt. Jullie hebben dat aan de lijve ondervonden, maar wij vragen ons dan af van hoe gebeurt zoiets? Hoe kan dat gebeuren als je nou in zo'n gesticht zit? Nou, het is eigenlijk, je bent er niet op voorbereid als je ten eerste gaat. Nee, ja, ik denk niet dat je er redelijk onbevangen in staat als je daar binnenkomt. Nee, je bent heel onbevangen, dus je vermoedt het ook niet. Mm-hmm. Je verwacht het ook niet. En ik kan vertellen hoe het bij mij gebeurd is en dan kan Guus daar een aanvulling op doen. Want dezelfde man, dezelfde frater heeft ons beide aangerand. Ja. Guus me echt misbruikt. Ik wilde bij de verkenners, ik moest komen praten, 's avonds. In de blokhut of in het hoofdkwartier. Mm-hmm. En daar is het dus gebeurd. Ik werd dus zeg maar erin gezogen. En voordat ik het wist, werd ik overal geaaid, gezoend, gepakt, tegen hem aangedrukt. En ik wist absoluut niet wat me overkwam. Nee, dat kan je voorstellen. Ja. En ik was al 13, dus ik begreep al iets dat dit kan niet. Dus ik ben me gaan verzetten. Mm-hmm. En ik heb me dus echt verzet. Er is een vechtpartij uitgekomen en ik ben daarna is het even een zwart gat en ik weet niet wat er gebeurd is en daarna ben ik naar buiten gevlucht. Ik heb de man ook nooit meer opgezocht of aangekeken, ben niet bij verkennis gegaan. Zo gebeuren die dingen. En
dader vindt altijd de mogelijkheid om een jongen die hem bevalt te pakken. Heb jij daarna nog last daarvan gehad? Of nee, want rust ik was gelaten? Op dat moment gewoon echt gewaarschuwd. Ja, ja, ja. Als er met iets, hoe heet het, met een frater in die richting ging, dan was ik al weg. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel kinderen waren die minder sterk in de schoenen stonden dan jij. En dan kan Guus over dezelfde frater vertellen wat hem is overkomen. Ja, ik ben een stuk jonger dan dit. Ik ben 4 jaar jonger. Dus ik was 8 tegen 9 aan. Ik zat bij dezelfde frater Hopman bij de verkenners. Mm-hmm. Ik was al actief bij de verkenners. En op een gegeven moment word je opgehaald uit je groep, uit je leefgroep waar je in zat. Door diezelfde Hopman frater Felicianus. En die zegt tegen de andere, de groepsfrater, van ik neem Guus even mee, want we moeten het hoofdkwartier van de verkenners opruimen. Nee, dat was akkoord, neem maar mee. En je komt op het hoofdkwartier, de deur gaat achter je op slot en er wordt opgeruimd. Wat rommel wordt verlegd en dan begint het, aaien, strelen. Maar je bent maar een klein manneke, een bijzondere bleu. En je hebt toch al niet zo'n vertrouwen in de mensheid. Ja, precies. Door je uithuisplaatsing en dat gaat stap voor stap verder. Ja. En zo'n man, zo'n grote man in zo'n zwarte toga met zo'n witte boord, die bijzonder streng is, heeft macht. En is ook nog een onderdeel van de kerk. Dus bijna God. Ja. Als kind durf je daar niks tegen te doen. Nee, duidelijk. Dus dat misbruik, dat is wekelijks gebeurd, 2 keer in de week. En dat heeft hij 2 jaar lang volgehouden. En ik heb het 2 jaar lang ondergaan. En dat ging van kwaad tot erger. Van voelen, kussen, tongzoenen, tot verkrachting toe. Ongelooflijk. Het probleem is dus, je kon ook niet even naar je ouders toe, want nee. Daar was een verstoorde relatie. En jullie ouders, die hebben jullie niet voor niets daar in die stichting ondergebracht. Klopt. Dat is natuurlijk super frustrerend. Je vertelde net in het voorstukje al, want er zijn gewoon ook een heleboel kinderen geweest die op latere leeftijd daar niet mee om konden gaan en zichzelf omgebracht hebben. Ja. Ken jij daar mensen van waarvan dat echt gebeurd is? Daar ken ik mensen van, ja. En ik denk dat ieder slachtoffer wel iemand kent. Ja. Die het lef heeft gehad om dat te doen. Wat doet dat dan met je in de rest van je leven? Je komt daaruit en hoe ga je dan om met de hele samenleving? Nou, je stort je in het leven natuurlijk. Want je bent voor het eerst eigenlijk vrij. Wat je doet, wij kwamen bij Guus is veel eerder teruggegaan dan ik. Een aantal jaren eerder, want ik moest de Mulo afmaken. Groenlo. En dus ik ben teruggegaan toen ik een jaar of 18 was, denk ik. Ik ben naar de kunstacademie gegaan en je stort je in het leven en je wilt daar niet meer over nadenken. Nee. Je praat er ook niet over. Je ook al worden er grappen over gemaakt dat het overal zo is, maar je praat er niet over, want je wilt jezelf absoluut niet blootgeven erin. Nee, nou maar oké, dan komen we juist op het punt waarom we dus nu hier zitten. Want nu zitten jullie hier, wat ik het overigens bijzonder dapper vind. Maar nu vertellen jullie het wel, op notabene nog op televisie, maar jullie hebben zelfs een melding gemaakt om lotgenoten te vinden. Wat heeft die knop omgezet? Van oké, maar nu gaan we er wel mee naar buiten. Ik denk dat Guus dat het beste kan vertellen. Ja, ik heb me ook bijzonder in het leven gestort. Ik heb alles gedaan wat onze lieve Heer verboden heeft. Is dat een soort van vraagactie? Ja, best wel. Okay. En op een gegeven moment, zolang je jong bent, ben je flexibel en kun je dingen van je afzetten. Ja. En kun je er ook niet over nadenken. En dat zware deksel maar op die beerput laten. Maar naarmate je ouder wordt, ga je toch de krassen die je opgelopen hebt op je ziel en op je schijf. Die ga je toch merken. En dat houdt bij mij in 2 huwelijken naar de knoppen. Allerlei emotionele problemen die op later, des te ouder dat je wordt, des te strakker kom je daarin te zitten, zeg maar. En des te harder gaat het aan je lopen sjorren en trekken. En toen eenmaal het verhaal duidelijk werd, dat de kerk de kerk wel een gigantisch probleem had door het misbruik toen die beerput openging. Mm-hmm.
had ik zoiets van, ja, nou, ik moet haar ook wat mee gaan doen, want anders plof ik een keer en dan met alle gevolgen van dien. Dus mijn broer en mijn zus waren bij me thuis en heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het verteld. Dat is mij in Borculo overkomen. Was dat niet als een hele zware jas die je uitdeed? Dat is één, want je mocht er, je durfde het, ik heb het nooit durven vertellen. Het is heel raar, maar uitschaamte, schuldgevoel. Nou, zo raar is dat niet hoor. Ja, misschien vinden mensen dat heel raar, ja. Maar ik heb daar nooit over durven praten. Zelfs niet met de mensen waar ik mee getrouwd was. Ja, het is wel een bevrijding als je het op tafel legt het is eruit en hoe nu verder. Ja. Maar het was ook een bevrijding dat je wist dat je niet de enige was. Ja. Nou precies, de lotgenoten. Ja. Jullie hebben een melding gemaakt. Dan pak ik er even bij. Het koepel landelijk overleg kerkelijk kindermisbruik. Klok, kortweg. Ja. daar zijn nu al die lotgenoten die melden zich daar nu. Het zijn er zelfs al meer dan 31 geworden ondertussen. Dat moet je wel sterken. En, is dit ook iets wat jullie bij commissie Deekman gaan neerleggen? Of gaan jullie nou gewoon op eigen houtje dit bij de politiek onderbrengen? Of bij de kerk onderbrengen? Nou, ik denk, we doen het onder de koepel van Klok. Ja. Wij zelf nemen geen initiatief. Die gaat daar verder mee aan de slag. Ja, die gaat daar verder mee aan de slag. Dat is beter, want het heet niet voor niets landelijk. Ja. Over overkoepeling van misbruik. Wij gaan er zo mee afronden. Desalniettemin, zoveel mensen, zoveel meningen. Dus we zijn wel even de straat op gegaan. We zijn daar de mensen eens gaan vragen van, hoe denkt u nou over het misbruik wat in de kerk destijds zo aan de gang was? Straatpraat, kijk even met ons mee. Ja. Ik heb die jongens van de Leeuwstichting, waar daar gaat het over, denk ik. Die heb ik dus ook al wel eens meegemaakt bij de voetbal wel eens. Maar dit is diep en diep triest. Gehoord van die castratie. Ik vind dat moet wel uitgezocht worden. Ja, nou, het is bekend hè, dat het in die kringen voorkwam. Ik hoop dat dat genoeg is en dat de eigen organisaties, in dit geval kerken, hè, dat die ook in de eigen kring heel goed daar hun nieuwe structuur op zetten en zeggen van nou, zo moeten we daarmee omgaan. Volgens mij moet je wel zien dat je alle verhalen openbaar krijgt. Nou, er kan niet genoeg onderzoek naar gedaan worden, vind ik. Ik schrik er wel van, ja, dat het gebeurd is, tuurlijk. Er blijven er altijd wat waar ze het niet van weten, laat het zo zeggen. Morgen was in de krant gelezen dat de Leeuwstichting was helemaal aan pad voor ons hier. Hè. Dan kwam het nooit bij de Leeuwstichting. Want dat mensen het wisten, hè. Ik vind het verschrikkelijk. Dat kinderen zo misbruikt worden en zo, dat is te zot voor woorden. Nou, dat is duidelijk. Hè? Dat is duidelijk. Te zot voor woorden. Ja. Afrondend, wanneer is het voor jullie klaar? Wanneer is zo'n hoofdstuk afgesloten? Of sluit je dat nooit meer af? Of is dit mede een afsluiting? Dat is het eraan werken, het met mensen praten, anderen helpen. Want we helpen dus degene die zich melden door. Hè, dus zowel in de melding als de aanklacht. Dat is een groot gedeelte van de verwerking. Hè, Guus? Ja. Het geeft je een in ieder geval het gevoel dat het niet zinloos is. Want voordat het, als het gebeurd is, is het zinloos. Het negatieve, ten goede aanwenden in dit geval. Ja. Om andere mensen daar dan hard mee onder de riem te steken. Ja. Dan hoop ik voor jullie dat nog heel veel lotgenoten zich, net als jullie, melden. En daarmee ook een stukje bevrijding voor zichzelf. Nou, dat hopen wij ook. En dat is wat Guus straks ook al zei. Dat is een punt wat bijna niemand durft. Misschien heeft 10% zich gemeld. Ja. Misschien nog minder. Topje van de ijsberg. Topje van een ijsberg. Ik dank jullie heel hartelijk voor jullie komst hier naar de studio. En om dit met ons te delen. Dankjewel. Even iets heel anders nu, dames en heren. Voor de 27e keer alweer werd in Nieuwdijk afgelopen week einde de Elfstratentocht gehouden. Een eigen variant op de Elfstedentocht, maar dan op skielers. Het dorp werd omgetoverd tot de provincie Friesland. En zelfs voor het klunen is een oplossing bedacht. Onze cameraman die bracht zondag een bezoek en filmde voor u de volgende reportage. Vandaag vindt plaats de 27e Elfstratentocht van het Open Jeugdwerk in Nieuwdijk. From Jamaica to the world, it's just love.
rondjes rijden in, ja, door heel Nieuwdijk. En eigenlijk een beetje de Elfstedentocht, alleen dan Elfstratentocht. Allemaal heuveltjes en spookhuizen hebben ze gebouwd. En ze hebben ook allemaal dranghekken met dan doeken eroverheen. En hooibalen waar je er overheen moet klimmen. Ja, een beetje rechts, links en dan een beetje naar voren lopen. Een beetje. Dan moet je gewoon stap voor stap moet je gewoon blijven rollen met de wieltjes. Je moet een beetje naar achteren en een beetje naar voren leunen. Ze zijn weken van tevoren gaan ze oefenen. Dat is al een heel pluspunt. En vaak als je de rode hoofdjes ziet en een glimlach, als ze dadelijk het Elfstedenkruisje krijgen, dan weet je al genoeg. Jongens en meisjes, welkom in Elf. Waarom doe jij mee? Ja, omdat ik het wel leuk vond. Omdat je daar kan skileren. Omdat ik het wel leuk vond en heel veel meisjes die ik ken doen ook mee. En dat vind ik wel leuk. Dames en heren, jullie moeten volgend jaar allemaal meedoen. Omdat het heel leuk is met alle obstakels en dat heb je thuis niet. Iedere uitzending geven een overzicht van het opvallendste regionale nieuws uit andere media, zoals kranten, radio en internet. En dit was het opvallendste nieuws van vandaag. De Gelderlander die meldt dat de politie in maart niet is komen opdagen nadat een man uit Westervoort een vandaal had aangehouden. De man zag de vandaal vernielingen plegen op het treinstation in Westervoort. Hij belde de politie en ging er vervolgens zelf op af. Nadat hij de vandaal 20 minuten had vastgehouden, heeft hij hem noodgedwongen laten gaan omdat de politie niet kwam opdagen. De politie erkent de fout en heeft zijn excuses aangeboden. En ook meldt deze krant dat Oost-Gelre, of eigenlijk Groenlo, weer achter het net vist. Niet zij, maar Rotterdam is donderdag uitgeroepen tot de hengelsporthoofdstad van het jaar. Groenlo was voor het tweede jaar in de race voor deze titel. En tot slot meldt de website van Optimaal FM dat de Zwarte Cross dit jaar de miljoenste bezoeker verwacht. Als de 42.000ste bezoeker dit jaar binnenkomt, is deze tevens de miljoenste bezoeker. Naast de eer krijgt deze persoon voor de rest van zijn leven toegang tot het festival. Plus nog een verrassing. En er zijn natuurlijk grenzen, de levens lange toegang die geldt tot een leeftijd van 120 jaar oud. Ja, en dan gaan we weer over naar de muziek. Als je een zoektocht doet in de Achterhoek naar muzikale talenten, dan zie je ineens dat er in overvloed muzikale talenten zijn. En we hebben er weer één. Hij staat hier naast me, Arjan van der Kraan uit Zelm. Welkom. Dankjewel. Muzikant. Mag ik dat zeggen? Nou, zanger. 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 Maar je bent al vanaf heel jong met de muziek bezig. Dat valt. Ja, nou, qua zelf zingen niet. Ik ben qua zingen, 4, 5 jaar ben ik echt aan het zingen. Maar ik ben wel muzikaal opgevoed. Ja. Ja. En als klein kind ging al naar de buurman om te zeggen, neem dat even voor me op. Ja, vooral Jantje Smit. Ja. Was mijn idool. Wat sprak je daarin aan? Weet je dat nog? Nou, eigenlijk dat omdat het de enige jongen was van mijn leeftijd die beroemd was, die kon zingen. En dat vond ik wel stoer. En die zijn stem kon gebruiken om een hele volksstemmen... Als klein jochie al, van 11 jaar. Ja. Ja. Wat wil je met je zang? Wat wil je doen met je zang? Voornamelijk mijn hobby uiten. En het zou mooi zijn als er misschien wel een balletje wat meer gaat rollen. En heb je ook ideeën voor cd, opnames? Ik heb mijn eerste cd heb ik al opgenomen. Kijk, ik ben al druk bezig met mijn tweede cd. Die komt hopelijk begin augustus uit. Ja. En... Ja, nou ja, er zijn wat vertragingen opgelopen, maar ik ga er maar vanuit begin augustus. En je noemt jezelf singer-songwriter. Betekent dat die cd's ook eigen nummers gaan bevatten? Ja. Of alleen maar eigen nummers? Niet alleen maar. Mijn cd heeft 4, 5 eigen nummers.
en 7 covers. En hoe selecteer je die covers dan? Iets wat mij aanspreekt. Als ik mezelf er fijn bij voel, als het spreekt. Als het klopt met mijn gevoel wat ik heb. En het past natuurlijk bij mijn stem, ja. Dat is ook wel belangrijk. Ja. Ja. Dan neem ik hem op. Juist. Maar het moet bij je gevoel kloppen. Ja, absoluut. Ik ga geen nummers zingen waar ik niks mee heb. Dat vind ik ook intrigerend, want op je website schrijf je erover dat je seculiere pop en religieuze pop, om het zo maar even te noemen, dat de kloof daartussen wil doorbreken. Ja. Kom jij zelf uit de religieuze hoek? Nu wel. Ja, ik ben altijd wel gelovig opgevoed. Ik heb er eigenlijk nooit wat mee gedaan tot een jaartje of 5 geleden. En sinds 3 jaar heb ik ook mijn eigen band. En spelen we ook in kerken. Ja. Maar hoe zou je die kloof omschrijven? Nou, die kloof, het is meer vanuit het wereldse oogpunt. Dat vaak associëren mensen het christelijke muziek toch wel met orgelmuziek en saai. Ja. En braaf. Braaf vooral ook. Maar dat is absoluut niet het geval. Het is echt soms echt stevige rock ook. En laat een voorbeeld een U2. Die is de grootste band met christelijke invloeden. En allemaal dat soort muziek maken wij ook. Oké. Okay. Alleen vandaag niet. En vandaag ga je een cover zingen? We gaan een akoestische cover van Bluff, Harder dan ik hebben kan. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Maak het waar. Dames en heren, hier is Arjan van der Kraan. Buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op jouw heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen dat ze het went. Ik heb het geprobeerd. Ook bent of keer, mijn huis beschermt niet meer. En het regent harder dan ik hebben kan, en harder dan ik drinken kan. Het regent harder dan de grond aan kan, en harder dan ik hebben kan. Je buien zijn te donker aan mijn hemelsblauw humeur, want mijn hand is op jouw heupen, maar mijn hoofd al bij de deur. Je ogen blijven grijs, ontkennen elke kleur. Het is alsof harder dan de grond aan
Oh, wat mooi. Ja? Oh, wat mooi. Wat een eenheid met Tim. Ik moet wel zeggen dat het de eerste keer is dat we de nummer samen spelen. Dat meen je niet. Ja. Het klinkt alsof jullie... Het klinkt heel vol bij elkaar. Ik denk dat de muziek allebei in ons hart liggen en dat voel je. Dit vraagt om meer. Ja. Ja. En als mensen thuis ook denken van dit vraagt om meer. Waar kunnen we jullie tegenkomen? Sowieso de website www.arjanvandegkraan.nl. En op Facebook, social media doen we eenmaal. En treden jullie op? We treden op. Ja, zondag moet hij spelen in Zelhem. Bij de Brink. Om 11:00 s'ochtends al. En 8 april speel ik met mijn eigen band in Vassenveld. Daar is Tim ook bij. En de 9 april is in Vassenveld. En 8 april spelen we met z'n tweeën waarschijnlijk op in Zelhem. Oh, kijk aan. En je zei 1 augustus komt de CD uit. Als het goed is wel, ja. Als het goed ja. is wel. Zorg dat het oponthoud er niet komt. Zullen we een afspraak maken? Dat is goed. Dat je hem hier laat horen? Ja, doen we. Lijkt me fantastisch. Ja. Dat gaan we zeker doen. Dank voor jullie komst. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier en ongelooflijk veel succes. En misschien is plezier nog wel belangrijker dan succes. Absoluut. Moeten we maar bekijken. Daar zouden we een stelling van kunnen maken. Maar Wijbrand heeft waarschijnlijk een hele andere stelling. Nou, inderdaad. Want woensdag stelden wij u... de Achterhoek als Digital Valley van Nederland is een goed idee. En van de stemmers is een meerderheid het hiermee eens. 67% ziet dit wel zitten. 33% ziet niets in deze ideeën. En dan de nieuwe stelling van vandaag. Ik noemde het net in het nieuws uit andere media... het verhaal van de man die tevergeefs wachtte op de politie... terwijl hij een vandaal in de kraag had gevat. Wij vroegen ons af, wat zou u doen? Grijpt u in als u ziet dat iemand vernielingen pleegt? Wij leggen u voor, als ik iemand iets strafbaar zie doen, wacht ik liever op de politie dan dat ik zelf ingrijp. Bent u het hiermee eens of oneens? Mail het ons via stelling@focus.tv. Grijp jij in? Ik heb het wel eens gedaan, ja. Maar ben je tegenwoordig niet bang dat je dan gelijk een mes tussen je ribben krijgt? Nee, daar ben ik niet zo bang voor, maar het is lang geleden, dat heb ik het een keer gedaan. Ik denk dat het dilemma nu wel groter is dan toen. Ja, dat denk ik ook. Maar ik ben heel benieuwd hoe de mensen erover denken. Precies, wij zijn nieuwsgierig naar uw mening. Ja of nee, maar u mag hem uiteraard ook onderbouwen. Martin, dankjewel. Jij ook weer bedankt. Dat was het meer. Dit was het. Gelderland voor vandaag. Gelderland vandaag voor vandaag. Zo moet ik het zeggen. Ja, straks na de reclame is Gerrit er in Gerrit weer praten. En ook hebben we voor u het muziekprogramma Hart voor Muziek. Wij zijn er maandag weer. Wensen u een fijn weekend en heel graag tot maandag. Dag. Dag.